Wil jij graag een barspin leren, maar weet je niet precies hoe? Of heb je je barspin close, maar lukt hij net niet? Ik ben Kevin Schippers, voormalig Belgisch kampioen stuntsteppen. En ik ga jou vandaag de barspin leren. Oké, de barspin. Wat is nu precies een barspin? Een barspin is eigenlijk een volledig rondje dat jij met je stuur draait. Ze zeggen dus ook wel eens een 360 stuur draaien of gewoon een rondje met je stuur draaien. Dat is dus de barspin. De tailwhip en de barspin zijn eigenlijk de twee bekendste tricks als het gaat over stuntsteppen. Maar hoe doe je deze barspin nu precies? We gaan vandaag de barspin leren door middel van twee verschillende stappen. Stap nummer 1 is het leren en het begrijpen van de barspin. Stap nummer 2 is het oefenen van de barspin. Ik ga daarnaast ook nog een aantal tips en tricks meegeven die je kunt gebruiken om jouw barspin dus sneller te landen. Doe alvast blauw duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal hier beneden en laten we onze step erbij pakken en de barspin nu gaan leren. Oké, dus ik ga de barspin uitleggen stap voor stap, dus pak je step erbij en luister heel goed. Ik ga eventjes schuin staan zodat jullie met mij mee kunnen kijken. Je kunt de barspin op twee manieren draaien. Je kunt hem linksom draaien en je kunt hem rechts omdraaien. Dat is net wat je zelf fijn vindt. Sommigen vinden het fijn om links te doen, zoals ik. Sommigen vinden het fijn om rechts te doen. Sommigen vinden het zelfs fijn om hem allebei de kanten te doen. Dat is heel persoonlijk. De allereerste stap is, als jij hem links om wilt draaien, dan ga je jouw rechterhand omhoog doen. De tweede stap is, we gaan het stuur al zo ver mogelijk ronddraaien zonder iets te veranderen. En dan gaan we onder deze arm, gaan we onderdoor ons stuur terugpakken. Wat we dan doen, we draaien door en dan zie je dat dit vasthangt. Dan wat de volgende stap is, we draaien jouw hand om en we pakken het stuur vast. Dus nogmaals, voor linksom, rechterhand omhoog, met je linkerhand draai je hem zo ver mogelijk door, tot hij eigenlijk driekwart. En dan pak je hem onder jouw andere arm vast en dan draai je deze hand weer om. Goed, dus als je hier bent, dit stukje, moet je eigenlijk je stuur nog in je duim hebben hangen. Volgende stap is, hup, omdraaien. Hand omhoog, draaien, pakken, omdraaien. Zo draai je dus eigenlijk de barspin. De barspin is eigenlijk heel simpel. Rechterhand omhoog, draaien. Vastpakken eronder door, omdraaien. Hup, verder. Stap nummer 2 is het oefenen van de techniek / de beweging. En dat kunnen we doen op een aantal manieren. Manier nummer 1 is de arm motion oefening. Dat kunnen we doen door simpelweg onze voet op de rem te zetten, step omhoog en zo de beweging oefenen. Dus je voorwiel moet hoog in de lucht zijn en zo kun je hem oefenen. En dit is heel belangrijk dat je dit gewoon vaak gaat oefenen. Je kunt hem ook tussen je voeten houden, dus zo. Of zelfs zo op de grond. Of daarnaast kun je ook je step op een verhoging zetten en dan met je stuur de beweging oefenen. Dan gaan we door naar de swing spin barspin oefening. En dit is eigenlijk een heel belangrijke oefening. Wat we gaan doen is we gaan de benen iets breder zetten en we gaan de step eventjes swingen. Let op dat hij niet tegen je benen aankomt. Dus we gaan hem swingen en we gaan hier boven op het hoogste punt gaan we de barspin doen. Zie je? Dus we gaan hem swingen. 1, 2, up. En hier gaan we de barspin doen. Dan leer je al echt jouw barspin vasthouden, zoals het in de lucht gaat voelen. Dus we gaan swingen. 1, 2, 3, up. En hier doe je hem. Up. En dan kun je nog eens. Up. En door. Dit is eigenlijk heel belangrijk dat je dit gaat oefenen. Let wel op dat hij niet tegen je schenen aankomt, want dat doet een beetje pijn. Dan de volgende zijn de footplant barspins. De footplant barspin is eigenlijk heel simpel. We gaan rijden, we gaan onze voet pakken en we gaan erop springen. We rijden, we zetten onze voet, we springen en we doen een barspin. Als dat goed lukt, kun je ook al een beetje sneller gaan. En dan kun je echt, hup, de barspin oefenen. Dus eerst de arm motion oefenen, dan de swing motion, zo tussen je benen swingen en dan pas deze stap. Dan is het game time en nu gaan we de barspin op de grond doen met een sprong. Precies hetzelfde, rijden, springen. Oefen deze beweging heel vaak, heel goed. En als je dit nu heel vaak oefent, dan krijg je dit. Yeah.
Oké, dat is dus de uitleg hoe jij een baarspin doet. Heel belangrijk is om te weten dat deze baarspin niet in één keer uit het niks gaat lukken. Zorg ervoor dat je heel goed oefent, dat je goed de beweging oefent. En daarnaast kun je ook gewoon, als je stilstaat op de grond, doe je gewoon zo. Hup. Heel de tijd die beweging oefenen. En wil je nu nog meer tips of wil je nu nog meer informatie over hoe je een baarspin doet, hoe je een tailwhip doet, hoe je een fingerwhip doet, hoe je een kickless doet, kom dan even naar onze lessen of naar onze kampinitiaties. Uitstappen, weet ik veel wat. Je kan meer informatie hierover vinden op www.sdacademy.be, want ik geef deze lessen met de beste stuntsteppers van België en Nederland aan jou. Laat weten in de comments wat de volgende tutorial moet zijn die ik moet gaan doen. En doe alvast het blauwe duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal hier beneden. En dan check ik jullie bij de volgende video. Laters!